Veilig Verkeer Nederland heeft een speciale verkeersveiligheidsquiz gemaakt voor Lelystedelingen. Volgens VVN lijkt het soms alsof mensen de verkeersregels niet helemaal meer kennen. Tini Limbeek van Veilig Verkeer Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is het echt zo slecht gesteld met de kennis van verkeersregels in Lelystad? Nou, niet alleen in Lelystad. Ik denk dat iedereen ergens de regels wel weet. Maar op heel veel plekken gebeurt niet wat je graag zou willen. En veel klachten die bij Veilig Verkeer Nederland binnenkomen gaan over snelheid. Ook uit Lelystad. Maar dat je dan de maximale snelheid overschrijdt, dat is het. Ja, mensen rijden vaak veel te hard op plekken waar dat niet gewenst is. Ja, maar toch, ja, weet je, dat is een beetje het vervelende van die wegen hier in Flevoland. Die nodigen toch wel uit om wat harder te rijden dan wat de maximum snelheid is. Ja, de wegen zijn aangelegd natuurlijk in een tijd dat harder rijden nog gewoon was. En inmiddels zijn we toch steeds meer tot inzicht gekomen dat binnen de bebouwde kom op plekken waar mensen wonen en verblijven, dat dan 30 kilometer eigenlijk al best wel hard is. En ja, veel mensen denken toch, ach, iets harder dan 30, tegen de 40, dat moet hier toch ook kunnen. En ja, en dan komen er ook weer veel klachten binnen van mensen die er last van hebben. Ja. En wat doe je dan aan? Ja, proberen de aandacht aan te besteden en bewustwording te bevorderen. Ja, is dat het enige, het hard rijden, of zijn er nog meer dingen? Nou, vooral zeg maar de belangrijkste is, 60% van de klachten heeft te maken met hard rijden. Met name ook in verblijfsgebieden, gebieden waar kinderen wonen, waar scholen zitten. En in de quiz hebben we verder een aantal vragen over wat onduidelijkheid over wie heeft nu voorrang. Herkennen van uitritconstructies is niet altijd even makkelijk. En ook bijvoorbeeld de Agoraweg in het centrum, waar je dan niet echt heel makkelijk en lekker kunt oversteken vanaf de parkeervoorzieningen. Dat zijn klachten die ook bij ons dan binnenkomen, waar we proberen wat mee te doen. Ja. Ja, nou, wat ik vooral heel vervelend vind, maar dat is niet per se alleen in Lelystad, mensen die weten hun wegpositie niet meer. Dus die nemen een bocht en die snijden de bocht af en die snijden jou dan vervolgens ook af, terwijl je staat te wachten dat ze keurig die bocht gaan zitten nemen. Dat vind ik echt verkeersonveilig. Ja, en dat heeft ook toch heel vaak te maken met net een iets te hoge snelheid. Want als je rustig rijdt, overzie je beter wat er gebeurt en kun je ook veel rustiger die bocht nemen. Mensen hebben allemaal te veel haast, lijkt het. Ja, dat denk ik ook. Nu hebben jullie een quiz bedacht voor de Lelystedelingen. Wat is dat voor quiz? Dat is een digitale link waarop we 10 plekken hebben bedacht in Lelystad die bij VVN of bij Veilig Verkeer Nederland zijn binnengekomen. Sommige plekken zijn ook door de gemeente aangedragen, de afdeling verkeer, omdat er veel klachten of meldingen zijn over die situaties. En wij proberen met de vragen de bewustwording over die plekken en het gedrag op die plekken. In ieder geval welke regel daar geldt of wat de bedoeling is op dat moment duidelijk te maken. En het is op een beetje leuke speelse manier gebracht. En op die manier hopen we te werken aan het verbeteren van het veilige gedrag op die plekken. Ja, is het dan, werkt het op dezelfde manier als dat je je theorie-examen doet? U rijdt hier, mag dat? Is dat zo'n soort vragen? Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Het is bijvoorbeeld van hoe hard mag je hier nou eigenlijk rijden bij een aantal wegen. In de buurt van de sportlaan bijvoorbeeld, ja, daar krijgen wij de klacht binnen. Ouders brengen met een noodgang hun kinderen hier naar de sportterreinen. Zo zegt de melder het dan, hè? Zo komt die melding bij ons binnen. Er wordt met hoge snelheid, en er zijn ook wegen die net aan de brede kant zijn. Het zijn asfaltwegen met fietspaden erlangs. De bedoeling is toch echt dat je daar 30 rijdt. En proberen wij daar we laten dan een foto zien, een plaatje zien van die straat. En de vraag er gewoon bij, hoe hard mag je hier nou rijden? Ja. 30, 50 of 70? Ja, het zijn multiple choice vragen dus. Ja. Ja. Voor wie is die quiz eigenlijk? Wie moet er meedoen of mag er meedoen? Iedereen mag meedoen. Dus we gaan proberen de quiz zoveel mogelijk te promoten. Staat ook op de website van de gemeente. En we gaan straks via sociale media proberen ook verder te promoten. En iedereen die het leuk vindt mag natuurlijk meedoen. Doe je nu ook nog wat met die antwoorden? Dat je zegt van aan het eind van deze quiz hebben we bijvoorbeeld 1000 mensen die mee hebben gedaan. En dat je dan de meest voorkomende fout of zo gaat delen met ons. Ja, dat kan. We gaan dus naar de hand uitlezen inderdaad hoeveel fouten er worden gemaakt. Is ook interessant om te kijken hoe de kennis is over bepaalde plekken. En dan valt het mij eigenlijk op dat bijvoorbeeld ongeveer 15% van de mensen de snelheid soms ook echt niet weet. Dan zit je dus op een 30 kilometer weg en dan denk je, nou, hier staat er duidelijk een bordje 30. Dat hebben we dan op het plaatje niet laten zien. Maar het is wel als kennis meegegeven aan de weggebruiker.
En ja, mensen weten dan, 10 tot 15% van de mensen weet echt niet hoe hard je op een bepaalde weg mag rijden. Die kennis is er dan gewoon niet. Als ik nou niet in Lelystad woon, is dat voor mij ook wel interessant om mee te spelen? Ja hoor, het is, iedereen kan het doen. Het is een kwestie eigenlijk die iedereen... het is nog iets leuker voor mensen die de plekken in Lelystad kennen natuurlijk. Het is ook echt een beetje voor de lokale, lokale kennis van het gebied kun je testen voor jezelf. Het is leuk als je de plek herkent. Maar het is in principe voor iedereen te maken, die quiz. Dus voor iedereen kan het doen. Nou, we gaan naar de site van de gemeente Lelystad. Want daar staat dan een linkje naar de quiz. De verkeersquiz van Veilig Verkeer Nederland. Tini Limbeek van Veilig Verkeer Nederland, dankjewel. En we gaan allemaal quizzen. Dankjewel, heel leuk. Doeg.